Hallo, welkom bij Viva Yoga Snack. Ik ben Nathalie van Be More Yogic. Het filmpje van vandaag, of de les die we hebben voorbereid, zal je helpen om strakkere billen te hebben. Om strakkere billen te hebben, is het eerste waar je aan moet denken je houding. Heel veel vrouwen, waaronder ik, hebben eigenlijk de pelvis net iets te veel naar voren gekanteld. Wanneer je je billen licht aanspant en daarbij je onderbuik ook naar binnen neemt, heb je automatisch al een heel ander figuur. Maar ook is het heel erg belangrijk om aan die beweging te denken wanneer je in de houdingen gaat. Zodat als je je vanuit de houding, dat zal ik later laten zien, ook die stevigheid creëert en niet de spanning creëert in je onderrug. We gaan beginnen met Utkatasana. Kom daarvoor staan met je voeten samen, tenen samen, de tweede tenen wijzen naar voren, hier ietsje uitgespreid. Op de inademing breng je je armen omhoog en op de uitademing buig je je knieën. Maak dan echt verbinding met de grond. Duw je voeten even stevig de grond in en voel hoe de kracht vanuit de aarde door je lichaam omhoog komt. Staartbeen blijft naar beneden, onderbuik blijft naar binnen. Hou dat een paar ademhalingen vast om dan op de uitademing naar voren te komen met een lange rug. En blijf ook daar een paar ademhalingen stilstaan. Kom dan met de uitademing omlaag. Adem in, verleng je rug. Adem uit, rechterbeen naar achteren. Linkerknie boven je enkel. Staartbeen naar beneden, onderbuik naar binnen. Dus daar is de bekken weer. En kom omhoog. Wanneer het bekken naar voren is gekanteld, is het gewicht automatisch op je voorste been. Kantel je bekken iets meer naar achteren. Heb je die stevige billen? En dan komt het gewicht ook in dat achterste been. Adem in, armen omhoog. Hou een paar ademhalingen vast. Kom dan omhoog met het pelvis. Breng je rechterhiel naar de grond. Hou je linkerknie erbij. Naar buiten wijzend en boven je enkel. Strek je armen naar opzij. En ga dan helemaal aarden vanuit het rechterbeen. Daar is je stevigheid. Kijk over je linkerhand. Met iedere uitademing verbind je je met de aarde. Voel de kracht in je benen, het bekken, de buik. Om van daaruit licht en luchtig, open en ruim te blijven in het hart en in je geest. Adem uit, strek jezelf in de richting van je knie. Je kunt hierbij je elleboog op je knie nemen. Of je hand aan de binnenkant van je been. Adem in, strek je rechterarm over je hoofd. Kijk naar boven. En die strekking hier in het bekken, in de zij, die helpt absoluut om vet te verbranden in het bekkengebied. Adem uit, breng je rechterhand naar beneden. Draai je linkerknie naar buiten. Je tenen wijzen naar buiten. En dan blijven we heel even hier. Breng het hart naar voren. En misschien, als je flexibel genoeg bent, kun je ook op je ellebogen komen. Schouderbladen naar achteren. Denk eraan, hou je billen gespannen. Adem uit. Breng je gewicht in je rechterarm. Schouder naar je rug. Strek je linkerarm omhoog. En voel daar hoe je strekt in je linkerbilspieren. Adem uit, kom naar de grond. Linkerbeen naar achteren. Hou jezelf vast in de plankhouding op je onderarmen. Schouderbladen naar achteren, borst naar voren. Kom naar het puntje van je tenen en dan omlaag. Adem volledig uit, even weer ontspannen. Om dan op de inademing naar voren te kijken. Voel hoe je rugspieren daarbij verstevigen. En van daaruit op de inademing breng je allebei de armen, allebei de benen omhoog. En hou dat 5 tellen vast. Adem uit, kom weer omlaag. En herhaal die houding 3 keer. Dan zal je zeker voor de zomer goede stevige billen hebben. Bedankt voor het kijken. Kijk ook naar de andere filmpjes van Viva Yoga Snack.